Hey, hallo allemaal. Gaat het ook zo goed met jullie? Ik maak mij zorgen. Serieus. En dat slaat nergens op. Ik weet bij Tautatus niet waar ik het over zal gaan hebben. Ik heb vandaag gewerkt. Morgen krijg ik mijn salaris. Dat is tegen. Tromgeroffel. Tegen de 1800 euro. Hoppakee. I get my money for nothing. And my chicks for free. That ain't working. Dat, ik werk wel. Ja, misschien gaat het daarover, hè? Dat je werkt. Laat ik het opschrijven. Werken. Hoe werkt dat? Hoe werk je? Wat is het geheim van werken? Regel 1. Je moet er je hobby van weten te maken. Daar moet je naar op zoek gaan. Want werken is je opdracht. Ook al heb je de benedenballen in de buik. Je zal werken. Op een of andere manier. Ik ben nu buurtconciërge in Klarendal. En we hebben de godganse dag niks te doen. Mijn collega en ik, wij moeten ons werk verzinnen. Daadwerkelijk. Nou, wat zullen we gaan doen? We gaan ondergrondse containers controleren. Of we gaan knijperen. Dan gaan we sigarettenpeuken van straat halen. Wij moeten werken. Dat is een plicht. De wereld is niet gratis. Denk je dat dit... Dat is ook weer Gold Rush Friday is. Maar je moet gewoon grijpen wat je kan. En wat van jou is, is van jou. Nee. Je begrijpt er helemaal niks van. Je moet werken. Je moet werken zoals een tv vroeger werkte. Of tegenwoordig. Als een tv niet werkt, wat heb je eraan? Nou, als een tv die niet werkt, als je daar niks aan hebt. Wat heb je dan aan een mens dat niet werkt? En wat je moet doen is zeer simpel. Jij schept orde uit chaos. Met jouw intelligentie. Met jouw inzicht. Dat is jouw taak. En dat maakt me niet uit dat je een debiel bent in je rolstoel. Werken. A, B.
En ja, uiteindelijk word je verlost van het werken. En dat heet bye bye. Doei. Snap je? Samsara. En je werken tot je sterft. Lul, klootzak, trut. Ja, wat denk je wel niet? Ja, maar ik ben alleen maar kaartjesverkoper. Dat is geweldig, man. Dat is toch prachtig? Het is een mooi verhaal. Ik ben christen, hè? Nou, ik ben christen. De woorden die geschreven zijn naar aanleiding van de gebeurtenis, die woorden hebben mij ergens in je nek of zo, omhoog getrokken wordt. Dat is gebeurd. Ik ben toen veranderd. Dat is heel raar. Op zichzelf. Ik werd een ander mens. Ik heb toen nooit meer gevochten. En dat kon ik heel goed. Dus eerst de bril af. Dat is altijd een chaperon. Dat is een vriendje. Ik heb vechtafspraak. Moet je bijblijven. En dan gingen we naar het schoolplein. Naar buiten. De deur uit. School's out. En dan bleven we een beetje napraten. En dan zaten we te wachten dat het onderwijs en het personeel allemaal weg was. Met fietsen, met van die fietstassen. Zo'n brommetje. Iedereen weg. Mooi zo. En dan was het plein van ons. En dan ging mijn bril, die ging in mijn schooltas of zo, weet ik veel. Alles ging aan mijn vriendje toe. En dan zijn gozer pakken. Altijd gewonnen, man. Behalve één keer. En daarna was het weer... Ja, rammen. Zo ben ik altijd geweest. Hè? Ik accepteer geen idioterie. En nu ben ik schoonmaker. Een opruimer. Dat is mijn beroep. Een clean-up. En schoonmaken, dat doe je op allerlei manieren. Dat is ook mooi maken. Schoon in het hoogdiets. Dat is mooi. Ja, wij zeggen mooi. Oh, wat mooi. Maar je kan ook zeggen op het schoon. Ja, ouwe... Oh, wie schoon ons Limburg is. In het Limburgs is het schoon. Oh, dat is schoon. Oh, wat schoon. Wat een schone meid. Ja, je moet opruimen. En dat is werken. Je kan zeggen, ja, maar we zitten in Auschwitz. Ja, maar we zitten hier in Stalingrad. Ja, je kan wel altijd blijven lopen zeuren over beperkende omstandigheden. Je hebt altijd de mogelijkheid om de boel op te ruimen. En schoon te maken. Altijd. Begrijp mij goed. Ik heb het tegen jou persoonlijk. Ga mij niet aanspreken over de schoonheid van mijn woning. Zo. Mijn woning is niet medisch, hygiënisch schoon. Maar dat hoeft ook niet. Dit is geen ziekenhuis. Eh...
Als je hier een ziek iemand naar binnen zou willen brengen, dat mag. Daar heb ik helemaal geen probleem mee. En dan moet eerst dit. Ik weet het precies. Hè. Ik dien mijn vader. Dat is het enige dat ik wil. Ik meen niet. Nou, en mijn vader die zit mij vol te pompen met poen. Dus daar zal hij wel weer een bedoeling mee hebben. Ja. Wat moet ik doen met al die poen? Binnenkort heb ik een spaarrekening, dat is het mooie, van boven de 8000 euro. En dat geeft je toch een kick, hè? Ik zou bij Totatus niet weten wat ik met die poen moet doen. Maar je krijgt het wel. Maar ik kan het moeilijk allemaal omzetten in hash en wiet. En, daar heeft de hele wereld helemaal niks aan mij. Of ik ga hele dure whisky drinken, maar dat slaat ook allemaal nergens op. Doe mij maar bouwvakkersbier. Iets wat mij in balans houdt. En jou ook. Ik heb 99 eurocent betaald voor het kijken naar de film US. United States. Us. 99 cent. En ik kijk nu naar een beeld. Met allemaal witte konijnen. In een hok. En een bruin konijn. Als het een schaakbord was. 1, 2, 3. Ja, dan zit dat bruine konijn zit dan op E6. Nee, E5. Nee, dan konijnen hokken erboven. Allemaal witte konijnen, opgesloten in hokken. En een bruin konijn zit ergens in het midden. Ik ga deze film niet uitkijken. Oh, er zijn nog meer bruine konijnen. Er zit een zwart konijn zit er bovenin. Ik ga die gore troep niet uitkijken. I have got 99 problems, but the 99 cents. Wat is het weer? Ik had nog een. Oh ja, is daar geen probleem van? 99 cent, flikker erop. Ik ben mijn bankrekening van meer dan 80. 8000. Dat lijkt me wel genoeg. Ik heb geen verzekeringen. Helemaal niet. Waarvoor? Brandverzekering? Ga er weg, man. Ja, soms gaat er wat fout. Ja. Maar als je een zo'n kussentje hebt van 8000 euro. Oh, sorry, jongen. Ik hou de prijzen in de gaten van wat dingen kosten. 8000 euro, daar red ik het wel mee. En zo hoort het ook te zijn, als werker. En je werkt niet voor deze wereld. Je werkt voor het algemeen opererende principe. Op zijn Hebreeuws Elohim. Op zijn Latijn
General Operating Device. Ja, die Latino's die houden van afkortingen. God. Maar het is niet God. Het is het algemeen opererende principe. Het ding op zichzelf. En wij kijken naar een wereld van dingen. En vragen ons af van welk ding het afkomt. Dat er dingen zijn. En waar komen dingen vandaan? En die komen van het ding. Op zichzelf. Dat is de eerste stap. En de volgende stap is dat het ding op zichzelf heeft een principe. En dat is algemeen opererend. Dat is overal. Dat is angstaanjagend als je dat inziet. Dat kan heel... Maar daar krijg je geen corona van. Van dat inzicht. Kan even behappen zijn. Ik ben eindelijk van mijn astma af. Snap je? Als je het snapt, dan begrijp je het ook. En dan word je net zo gelukkig als ik. En dat gun ik iedereen. En dat is iedereen waard. Echt waar. Dus mijn dochter is mijn geluk waard. Dus, ook denk ik weer nou. Ik heb helemaal geen glutenallergie. Ik ben helemaal niet lactobisch-fobisch of zo. Nee, ik ben een stommeling. Met verwachtingen. Want die moet je niet hebben. Geen verwachtingen. Erg belangrijk. Bestellen. En opvreten. En vragen om meer. Dat is erg belangrijk. Ik ken, ik ken mijn vader niet. Ik ken Christus ook niet. Ik snap wat Christus heeft gezegd. For the kingdom of heaven is unto a man a householder with a vineyard. Dus een zuipen met z'n allen, dacht ik. Als je mij niet snapt, dan begrijp je me niet. We zijn vandaag geconfronteerd geweest met een probleem van geluidsoverlast. En dat gaan wij oplossen. Want dat is chaos. En mijn wens is dat wij dat op gaan lossen. Een serieuze zaak. En hoe? Hè? Ja, toezicht houden. We moeten mensen aan het werk zetten en goed informeren. En wij gaan controleren
of het goed gaat. En als het één keer klikt, klik, dan is het probleem voorbij. Dan is het opgeruimd. Ik ben zo trots op mijn werk. Hier werk ik. Hier kan ik degene zijn die... En mijn collega leert, dat was vandaag ook zo mooi. Die vrouw met de geluidsoverlast, die komt langs, keurig op tijd. En bloedmooi, ook nog een keer. Afloop zei ik nog tegen mijn collega, mijn collega begon erover. Jeetje, wat een klont. Ik zeg ja. We zijn hier alleen maar aan het werk om naar die mooie wijven te kijken. En wij pakken dat dan op. We gaan er een nachtje over slapen. We gaan overleggen met onze coördinator. Die moet hierin betrokken worden. En dan met de kanonnen, zo. En dan doen we onze coördinator, ietsje naar rechts, ietsje naar rechts, ietsje naar rechts. En wij zo, ja, is goed, beetje naar rechts, beetje naar rechts, beetje naar rechts. En onze coördinator zegt, oké, bombs away. Dat is werken. Werken is dat je onder een coördinator werkt. Een toezichthouder. Dat hoort. Er moet een toezichthouder zijn. Dat is werken. En je wil of toezichthouder zijn, of specialist. Ja, ik kies voor specialist. De specialist is de toezichthouder, in dit geval. Want... ja, ik moet toezicht houden. Ik ga niet zelf al die rotsen opruimen. Dat kan niet. Ik moet mijn eigen handen uit de mouwen steken. En... maar dat doe ik niet omdat ik... ik ga klagen al een beetje schoonhouden. Nee, ik dacht het niet. Ik ben toezichthouder. Onder een toezichthouder. Onder management. Dat is werken. Dat is heel simpel. Dat is echt zo simpel. Als je het één keer snapt. Je bent of specialist. Of je bent mama. Punt. Het is een keuze. Volgende week donderdag dan ga ik werken en ik ga een Buna Ghosh maken. En ik wil dat mijn coördinator... dat hij erbij is. En komt helpen nadenken over hoe je het gaat serveren. Wat ik in gedachten heb. Dus je hebt rijst. Gewoon simpele basmati. Geen gezeik. En dan Buna Ghosh. En dat moet 1/3 op 2/3 zijn. En die Buna Ghosh is 1/3 op 2/3, ja, denk zo'n beetje, ja. En die is heel heet, namelijk. Mucho heto. En dat is één bakkie.
In een andere bakkie, daar moeten van die leuke kersentomaatjes, kleine tomaatjes, mooi schoongespoeld, allemaal doormidden, meer niet. En daar het verse korianderblad op. En dan hebben we de komkommer raita. En komkommer raita, dat kan ik je zo leren, dat is komkommer... komijnzaad. En dat doe je zonder olie, zonder niks, alleen maar branden. Dat ze een kleurtje krijgen en met je neus boven de pan hangen. Als ze beginnen te ruiken, dan kunnen ze nog meer ruiken. Nou, als je denkt van, nou, ik heb het hoogtepunt van de reuk, huppakee, van het vuur. Hè? En gelijk ook uit de pan in een kommetje. En laat hem afkoelen. Een theelepeltje dan er even doorheen roeren. Dat het hier onderin blijft door. Afkoelen. Ja. En die temperatuur omlaag brengen van die zaadjes. Maar die zijn gebrand. Dus die hebben een hoge temperatuur gehad. En die moeten helemaal terug naar kamertemperatuur. En die ga je crunchen. En dat kan je doen met een pan. Ja. Met je volle gewicht hang je erop. Dan heb je de vers gebrande komijnzaad. Je gaat helemaal uit je plaat. Serieus, hè? Dit is zo lekker, jongen. Dat is werken. Dat ik dit jullie vertel. En jij kan een komkommer raita maken. Nou, wat heb je nog meer nodig? Ik moet hebben een yoghurt. Dit kan wel alles zijn. Ik heb het gedaan met magere yoghurt. Doe dat niet. Maar als het niet anders kan, doe het dan toch maar. Het beste neem je van die vette, hele vette yoghurt. Bulgaars of Turks of... Die maken dat in massaproductie. Even wel die yoghurt, die vette dikke yoghurt, eerst goed doorkloppen. Goed doormengen. En dan moet de komijn moet erin. En dan lekker doormengen. Beetje zout erbij. En dan even proeven. Want zout is moeilijk te ruiken en goed te proeven. Zit er voldoende zout in? En dan gaan de komkommer en die komkommer, ja, traditioneel, het is ook het beste idee. Geen schilletjes, gewoon een kaasschaaf eroverheen. Ratje. Hele komkommer helemaal schoon. Die kontjes kennen er ook af. Maak geen donder uit. Overlangs door midden snijden. En dan... En een mik op de 2 à 3 millimeter. Ja, gewoon een stukje. Niet een halve centimeter. Dat zijn een beetje dikke stukken. Maar onder de halve centimeter is alles goed. En dan donder je erin. Maar dan heb je dus die yoghurt. En nu gaat het over het werken, hè? Ja, maar hoe gaan we dat serveren? Want we hebben maar twee bakkies. We gaan koken voor Klarendal. En dan moet het voor 25 mensen twee plastic bakkies. En in de ene bakkie moet die meuk met die komkommer raita... En die koude tomaten met de korianderblad. En dan heb je nog... En hoe gaan we dat serveren? Dat lijkt mij een prima taak voor onze coördinator. En dat is werken. En dat die mensen niet geloven wat ze eten.
van twee bakjes. Nee, de bakjes van de Chinezen. Twee bakjes. Eentje met de, die kan je nog even opwarmen. Ja, het is je eigen keuze. Het is heet genoeg. Je kan het misschien maar beter eten met koude rijst dan. Ik zie het nou al voor me. Al die mensen die dat eten, die boene gorst. Dat wordt drie keer poepen. In de regel dan, hè? Ja. Ja, ik zelf heb dat. Een goede boene gorst op mijn manier klaargemaakt. Nou, dan ben je van al je darmvlokken af, hè? Scheiterij, jongen. Wow. Er komt er die... Ja, hoeveel minuten heb ik nog? Oké, dus gaat over werken, hè? Hoe werk je? Nou, als je wil werken, moet je de tijd in de gaten houden. Dus dat is erg belangrijk. En een boene gorst maken qua kooktijd kost 1 uur en 45 minuten. Minimaal. En ik wil zeggen, als je meer tijd hebt. Er zit een hond boven mij te blaffen. Die hoort mijn stem. Ja, ik ben ook bij jou, man. Kijk of dat helpt. Leuk, hè, die vrouwen. Die lelijke vrouwen met een pitbull. En die laten ze dan alleen achter in hun woning. Verschrikkelijk. Maar dat mag allemaal. Ja. Die vrouwen werken niet. Mijn bovenbuurvrouw werkt niet. Punt. Ze neemt een pitbull. Ze woont op de vierde voortplantende verdieping. Met een pitbull. En dan gaat ze lekker naar mama. Of haar andere leuke vrienden. Met haar geschoren kop. Met schedeltatoeages. Hey, let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the good things that may be. Let's talk about sex. Not. En die grote mythe van, ja, wij werken niet, want wij worden minder betaald. Jullie gaan er eerst maar eens voor zorgen dat wij net zoveel betaald krijgen als dat jullie betaald krijgen. En dan gaan wij werken. Dat is feminisme. Vrouwen werken niet. Ze zijn kritisch. En meer niet. Ik weet dat. En werken, daar wil ik iedereen toe uitnodigen. Naar je vermogen. Ik ken een vrouw en die is, wil ik voor wat, zo'n mormel. Met zo'n
Dr. Evil of zo in de James Bond movie met zijn karretje en alles elektrisch. Mister, ja, de bad guy. Van, ik druk maar op een knop en. Die hebben wel eventjes 10, 20 kilo aardappels geschild. De mens kon niet ophouden met schillen. Give me potatoes or give me death. Schillen. Ik stond ervan te kijken. En toen moest er allemaal nog patat van gemaakt worden. En toen kregen die vrouwen, die kregen dat niet van elkaar. En ja, toevallig was ik daar voor de salade. En dan heb ik al die tjeetje, wat is in een bak aardappels geschild, zeg. En denk hij. Nou, zij heeft een mooie naam. Ze heet Marjolein. Ja, die mag je uitspreken. Maar zo heet ze helemaal niet. Dat weet ik nu ook al. Ze heet Mean Motherfucker. Als het gaat om aardappels die geschild moeten worden. Dat is haar naam. Maar ze noemen haar Marjolein. Ik ben zo blij met mijn werk. En ik heb een uniform. Dat vind ik ook fijn. En als ik uitga, dan moet ik, ja, mijn sleutels moeten in ik heb een werkjas en ik heb een uitgaansjas. Dat is een zwarte jas. Net als mijn uniform. Maar zonder die symbolen. Ik ben een gedrager. Dat is mijn aard. Dat is mijn wil. Een gehoorzamer. Het maakt mij niet uit. Wat ik moet doen. Ik wil dat het duidelijk is wat ik moet doen. Snap je? Mijn voormalige schoonmaakteam miste mij. Wij waren een team. Wij waren de mean motherfuckers. Wij gingen er tegenaan. Toen werd ik de deur uitgedonderd. Bij bliksemslag. Ik laat die mensen niet in de steek. Never know. Dat kan niet. We hebben samen place toiletten gereinigd. We hebben samen stiekem sigaretjes gerookt. En laat ze allemaal de kut krijgen. Dat is werken. En in de schoonmaak, niet alle vrouwen, dat is ook niet waar,
De meeste vrouwen in de schoonmaak. Daar kan je een sigaretje mee roken. En bye bye. En allemaal aan het werk. Dat zijn feministes. Die geloof ik. Die vertrouw ik. Daar krijg ik rust bij. Door te zien hoe zij ploeteren. En dat hoor je te doen. Als arbeider. Arbeid macht vrij. Werken geeft macht vrijheid. Of macht. Arbeid, daar gaat het om. Mijn dochter die vertelde mij, ja, ik heb het uitgemaakt met Tim via Tinder. Ja, Tim van Tinder, daar heb ik het mee uitgemaakt. En de volgende dag heb ik niet gewerkt, want ik was zo lamlendig en ik snapte er helemaal niks meer van. En ik heb daarmee een goede daad gedaan door mij ziek te melden. Mijn dochter begrijpt er helemaal niks van. En dat komt door die... Ja, dat weet ik wel wat. Ik heb geen zeggenschap over haar. Alleen verantwoordelijkheid. Ik ben de slaaf van mijn dochter. Ik heb geen zeggenschap, alleen verantwoordelijkheid. Want ja, jij bent papa en... Dat is alles. Mijn dochter werkt niet. Je spoort niet. Er is een smalle weg. En die weg heet werken. Snap je? Of, snap je? Ja, je moet werken. En werken houdt in dat mensen tevreden zijn over dat wat je doet. En het uitgangspunt, dat zijn de mensen... Met honger en dorst. Als jij mijn vader wenst te dienen. En dan kan jij zeggen van ja, maar Piri, jij wil dan de dakloze tevreden gaan geven bij het kruispunt. En, maar dat moet je zelf betalen. En hoe ga je dat dan doen? Nou, dat ga ik doen. Punt. Snap je? Voor mij is de strijd het terrein waar ik wil zijn. Ik wil dienen. Ik wil werken.
En dan ga jij zeggen, ja, maar dan ga je klootzakken tevreden geven. En die krijgen allemaal lekker voer en wij niet. Ja, precies, ja. Ja, ik zeg nu tegen jullie. In het algemeen. Ik maak gewoon lekker vreten voor die daklozen. En die gaan een boenekorst krijgen, jongen. Oh man. Ja. Ja, dat wordt nog wat. Al die darmen worden gereinigd. Ja, laat mij een boenekorst maken. Bueno. Geest. Goede geest dan. Bueno. Goede. Gosh. Een goede geest. Ik ga ervan eten en denk van. Dat kan niet. Ik moet even een beetje salade. Ja, precies. Ja. En dan rijst erbij. En toch wil je de allerlaatste stukjes schapenvlees hebben. Oh, deze nog. Vanwege dat vet. Het is zo heet, jongen. Oh. Maar als je begint met een klein stukje. En een beetje die komkommerraita erbij. Een tomaatje erbovenop, een schepje voor schepje. En dan lijkt dat aangenaam. Hè? En dan heb je het opgegeten en dan denk je, net als David Byrne van de Talking Heads. Oh my god, what have I done? Snap je? Dat heb je bepaald, moet je, dat noemen ze even uitpuiken. Je wordt ook zo stoned als een garnaal. Dat je zegt, stelt u een vraag? Iemand zegt ja. Dan zeg je, how you fuck? De shit. Je bent uitgeput. Hop. En dan denk je dat je het gehad hebt. Hè? Maar dan ben je net als een zwangere vrouw. Dan komen al die darmvlokken, je hele darmflora systeem, dat gaat totaal naar de dat was scheiden, jongen. Oh. Nou, daar krijg je geen constipatie van. Dat kan niet. En je anus. Dat gaat branden. Bij een goede boenegorste. Op mijn dinges natuurlijk. Je kan alles overdrijven. Je mag het ook overdrijven op mijn manier. En dan heb je een brandende anus. Kijk, en dan werk ik. Als kok. Ik heb afgelopen week op Haken 22 van Siza heb ik boenegorst gemaakt. Voor het eerst sinds jaren. En meegegeten. En ik dacht, yep. Dit is een goede boenegorst. Ik heb niet alle rijst opgegeten. Ik heb al het vlees opgegeten. Dat is... En je hebt die combi nodig. Je moet die combi hebben. Je hebt dus, dat is een vier gerechten. Je hebt het hele hete vlees. Je hebt die lekkere cherry tomaatjes. Kersentomaatjes. En met die verse korianderblad erbovenop. En dan een lekkere komkommerraita. Die heb ik zelf moeten verzinnen. En dan basmati rijst erbij.
Maar het smaakt er goed. En er was toen zo'n vent. Er is het werk, hè? Daar gaat het over, hè? Oh, ik zit over de tijd. Maar wacht eventjes. We zitten op 50 minuten. Sorry, mensen. Ik had het over werken. Daar kan je niet over ophouden. En het is wel tijd voor een einde van dit. En dan maak ik de volgende over de essentie van koken. En waar dat over gaat. En schoonmaken. Hè? Ja. Hey, dag liefers. Hartstikke fijn dat jullie 50 minuten hebben geluisterd. Sweethearts.